Er is veel te doen over de mogelijke komst van een natuurbegraafplaats in Hoek van Holland. En die zou dan hier moeten komen, aan de rand van het Staalduinse Bos in de Bonnepolder. Donderdagavond kwam de gebiedscommissie van Hoek van Holland bijeen om een advies uit te brengen aan de gemeente Rotterdam. En dat is dan weer de gemeente waar Hoek van Holland onder valt. Eerder deze week laten de voor- en tegenstanders van natuurbegraven hun argumenten horen. Ja, zonder natuurbegraven achten wij de kans gewoon niet aanwezig dat we op een lange, duurzame manier die Bonnepolder open gaan houden. Nee, dat is grote onzin. Rotterdam heeft een heel mooi ontwikkelplan opgesteld met als enige doel de polder open en groen te houden. Kan verschillende initiatieven zijn hier mogelijk binnen dat bestemmingsplan en die zijn hartstikke leuk. Donderdag zijn beide organisaties aanwezig. Na een lange beraadslaging wordt het advies voor de Rotterdamse gemeenteraad vastgesteld. De commissie spreekt zich unaniem uit tegen een natuurbegraafplaats. Daarbij heeft meegespeeld dat uit de gouden enquête blijkt dat een aanzienlijk deel van de Hoekse bevolking tegenstander daarvan is. Rotterdam moet volgens de commissie het oorspronkelijke plan voor de Bonnepolder uitvoeren. Ook moet de overlast van scheepvaart en haven gecompenseerd worden. En de beloofde natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte gehandhaafd blijven. Ja, we zijn teleurgesteld dat er een negatief advies door de gebiedscommissie aan de gemeenteraad wordt uitgebracht voor de activiteit natuurbegraven in de Bonnepolder. Tegelijkertijd hebben we alle begrip dat die gebiedscommissie als volkvertegenwoordigers de resultaten van die enquête, waarbij gewoon 2/3 van de geënquêteerden aangeeft tegen een natuurbegraafplaats te zijn, opvolgt. Ja, absoluut. We zijn heel erg blij. We zijn natuurlijk al 2 jaar keihard aan het werk hiervoor. En ja, je hoorde deze avond dat ze goed naar ons geluisterd is en onze argumenten naar voren zijn gebracht. En dan kunnen ze gewoon niet anders dan een negatief advies geven. Maar hebben beide partijen er wel vertrouwen in dat de Rotterdamse gemeenteraad na de verkiezingen een wijs besluit neemt? Ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad van Rotterdam naar het grotere plaatje kan wil kijken en durft te kijken. En over de emotie heen durft te stappen, die er eigenlijk ook natuurlijk wel in dit advies van de gebiedscommissie opgesloten ligt. Ja, ook wel met vertrouwen. Wij hebben ook hele goede contacten met Rotterdam. En ik vermoed wel dat zij ook wel naar ons zullen luisteren. En het advies wat gegeven is, is heel duidelijk. Bouwt je aan het ambitieplan, blijft de bewoners betrekken. En dat zullen wij ook zeker blijven doen.